Engels niet getrouwd, is niet uit Zwarenberg. Dat is hier reeds onderwijs de klasse 5 jaar. Kijk, die hebben een beetje. Dat is steeds een stuk. Kijk,
Op de derde plaats kreeg het aan met 477 Maxime. Hij is in de positie voor de club gedoopt. Die te maken krijgt met Mia Keug en de Hoekers. Hier is die positie onderweg. Terwijl hij de vierde positie doet, dan kan hij ook de rechter geplaatst in de finale. Felix en Kieve hun positie sterk in handen. Dus het is de derde plaats van 42 punten van Bechten. En dan die belangrijke vierde plaats. We hebben gelijk hier vandaan. We zijn van Janis in de pijl. Hij zit op die vierde plaats. Hij heeft het klaar. Maar hij moet afrekenen met Kaio voorbij. Hij zit op die vijfde plaats. Maar gelijk is inderdaad de heren van de andere Jerry en Menno, dat is met 99 Ken Hindenburg. Hij pakt die positie voor de man van de Wouwrijd. Het moet een rustig Jerry zijn, en dan ook kijken wie dat is. De derde plaats zien we daar dan voor de andere Menno Moor. Dat is de man van de vierde plaats. Die rechtstreeks op de halve finale in de handen van de Moetertje. Het andere Moetertje moet het dan zijn, en dat zal een Jochem Kralenbeek zijn. Dus vandaar de Ken Hindenburg op de eerste positie, op de tweede positie, staat er 129 Jerry Hoekstra. 7-5 met een mooi spieren en met 28 is het dan Jochem van Aalbeek op die belangrijke vierde plaats. En hier is het dan even laten lopen, dus ik hoor dat hij kan het even niet volgen. Maar ik kan het even goed aan de hier gaan.
Daar zit de strijd op dit moment die de geweldige aanbieding van deze jacht te Denslaas. Het is een reuze aandaar om wat te gaan doen. Ze doet haar best, maar hij ziet op een klein graadje te moeten laten vallen. Dus daar Britt op de eerste plaats, Evelien tweede met de derde positie, lijkt het daar deze te zijn en nog net voorwezen. Daar zijn we betrekken met een race 12, 11 jaar. Die al mee spreekt in de 2, 14, die net wel uitgaat. Dat komt deze baas niet op de duitje. We laten wel een klein graadje aan de binnenkant de hotel die Duits daar is. Het is niet zo gedoe dat de man. Ik zeg dat dat de zoon van de kant was. Die daar bijna gebruik maakt van het kaartje wat na die medische test gevallen is. Maar ja, die trekt terug zitten op de punten die we vrij zijn. Ik ken hem niet deze baan als geen ander. En weet daar goed gebruik van te maken en slaan de kant op de zoon van de kant inderdaad. Dus de derde positie hier een stop te langskomen. En hij ziet wat de spuit daar. Klein spuitje daar. Stuptak, klein spuitje uit de hand. En dat is een pech van de spannende vingers en wat die duur is kan vertellen. Thank you.
staat hier wel de binnenkant te doen. De uitpakken is hier. De volgende rentekroen is hier in het midden. De straat van de heer is wel een afstand. Dus Willy de Koeverig heeft de tweede plaats achter de clubgenoten met de eigen politie tegenwoordig. Ik ben natuurlijk steun van wel respect. Zij is een aardig kaartje geslagen naar de preferentie waar de strijd heeft gedaan tussen Marcel Groeten en Marcel van Steunen. Leuk dat Willy de Koeverig de buiten ziet. Het is allemaal Berry die de positie hier pakt en juist is uit de strijd tussen de drie heren. Met de vooraan, de strijd is geen duidelijk van mij, maar het zit er bij de